Wist je dat er jaarlijks 34 miljoen kranten worden gedrukt in ons land? Alle zaken op een rijtje neemt een kijkje in de grafische sector om te kijken wat de huidige trends zijn in deze sector. Sinds 1961 ontwerpen wij, produceren wij en commercialiseren wij machines voor de grafische industrie. Meer genaamd voor de preprintindustrie. 1995 was een heel belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Xicom Prepress. Daar hebben wij als eerste bedrijf wereldwijd een CTP-machine in de krantenindustrie geïntroduceerd. CTP-machine is een computer-to-plate-machine en die zet digitale informatie om op een drukplaat. Sinds het ontstaan van die CTP-machines binnen Xicom Prepress hebben we meer dan 4000 CTP-machines verkocht in de krantensector. Intussen hebben we ook CTP-machines voor de commerciële sector en de verpakkingsindustrie. Voor deze beide segmenten hebben we ook nog eens meer dan 3000 machines verkocht. Als we kijken naar recente ontwikkelingen in de grafische industrie, dan zien we de laatste jaren toch wel een lichte daling qua oplages in de commerciële sector en de krantensector. Dat ligt vooral aan het feit dat alle informatie beschikbaar is online op smartphones en tablets. Echter in de verpakkingsindustrie zien we een gestage stijging de voorbije jaren. Dat ligt vooral aan het feit dat we kopen allemaal meer producten online. Al die producten moeten verpakt worden. En eveneens in India bijvoorbeeld is er een wetgeving uitgebracht waar alle voeding moet verpakt worden. Dus met een bevolking van 1 miljard mensen heeft dat een enorme impact op de verpakkingsindustrie. We staan hier in onze productiehal van Xicom Prepress, waar we met een team van 70 werknemers instaan voor de productie van onze machines, die van scratch tot afgewerkt product volledig gemaakt wordt en verstuurd wordt wereldwijd naar de grafische industrie.